Mark de Maine, gefeliciteerd natuurlijk met de verkiezings. Nou, winst niet, maar jullie zijn groot geworden. Ja, iets gegroeid in stemmen, maar toch bedankt. Ja. Exact. En nu wethouder. Ja, ja, heel erg blij mee. Lijkt me een prachtige functie om te gaan vervullen de komende 5,5 jaar. Ja. Dus heel uitdagend. Ja, heel mooi. Het wordt een heel andere rol dan raadslid natuurlijk. Ja, ik kan iets minder vanuit de VVD-hoek scherp kort gaan debatteren. Ik zal echt een andere rol moeten nemen. En daar heb ik wel zin in. Ik denk dat dat moet lukken. Het zat er al een beetje aan te komen misschien. Ben je op voorbereid op deze rol? Ingewerkt? Nee, nog niet. Dat gaat allemaal de komende weken gebeuren. En dan gaan we goed van slag, hoop ik. Dus dat wordt even de komende weken veel bijlezen, stukken lezen. Me in de materie gaan verdiepen. Nou, dan zit je met partijen in de coalitie die je eerst bevochten hebt, of die jou bevochten, of jullie bevochten. Ja. Hoe is dat? Nou, als VVD hebben we het altijd op de inhoud geprobeerd te doen de laatste jaren. Eigenlijk sinds ik in de raad zit, heb ik altijd op de inhoud proberen te debatteren. En dan maakt het mij niet uit of je oppositie of coalitie bent. Het gaat erom wat je te zeggen hebt. En de laatste 2,5 jaar hadden we inderdaad af en toe onderling strijd met CDA en D66. Maar we kunnen elkaar op heel veel onderdelen ook gewoon vinden. Dus ik ben ervan overtuigd dat we met z'n vieren in deze coalitie, ook Partij van Arbeid GroenLinks natuurlijk, dat we met z'n vieren echt gewoon constructief te werk kunnen gaan. En dadelijk ook deel uitmakend van de nieuwe bestuurscultuur. Waarover zo hard geroepen is net, hè, dat het moet veranderen, zeg maar. Ja. Er zijn is de partijen blijkbaar allemaal over eens. Ja. Heb ik gemerkt. Hè. Die vraag kwam ook voor de verkiezingen vaak langs. Hoe gaan jullie daar deel van uitmaken? Zeg maar? Nou, als college hebben we ook bedacht dat we de eerste 100 dagen van het college in gesprek gaan met allerlei organisaties in Vught, Helvoort en Comvoort. Dus op die manier sta je dus ook weer dichter bij de mensen in de dorpen. Ja. Ik denk dat dat al een hele goede stap is in de juiste richting om ook de burgerparticipatie beter op orde te krijgen. En onderling? Onderling. Nou, als college hebben we natuurlijk gewoon collegiale samenwerking. Daar ben ik van overtuigd dat dat goed moet gaan. En de raad, ja, daar zit ik daar ook niet meer in. Dus het is ook zeker aan de raad zelf om daar een slag in te gaan maken. En ik denk dat wij er als college heel erg open naartoe staan om daarin mee te helpen. Ja, nou, we hoorden het collega Twan van der Vende zeggen dat het niet automatisch meer is dat zeg maar, partijleden automatisch meekiezen voor de wethouder. Dat ook tegen kunnen zijn, dat zal daar dan ook even wennen worden. Want tot nu toe was dat eigenlijk niet het geval. Ja, tot nu toe was het geval als jij tegen een collegevoorstel instemde als coalitiepartij, dan had je wat uit te leggen. Ja, precies. Dat wordt minder. Dus het wordt gewoon zoeken naar meerderheden op de verschillende onderwerpen. En dat kan ook af en toe zo zijn dat je dus een onderwerp hebt waar twee oppositiepartijen het wel mee eens zijn en twee coalitiepartijen bijvoorbeeld niet. Maar ja, dat zei je dan maar zo. Mm-hmm. De raad is natuurlijk gewoon het hoogste orgaan van de gemeente. En als de raad bij meerderheid iets wil, dan hebben we dat als college uit te voeren. Zo simpel is het. Maar dan moet je toch wel even wennen aan de nieuwe werkwijze. Krijgen jullie daar een soort training, zou ik bijna willen zeggen, in? Of? Daar hebben we het nog niet over gehad. We beginnen natuurlijk aanstaande vrijdag om 9 uur, heb ik net gehoord. Dan gaan we koffie drinken met z'n allen. Ik drink geen koffie, maar er zal vast wel water zijn. En dan gaan we beginnen. En dan gaat het leven van Mark de Maine er heel anders uitzien in één keer, of niet? Dat wordt wel even overwennen, ja. Dat wordt hard werken, maar daar heb ik echt erg veel zin in om voor Vught in te gaan zetten. Ja, is het te combineren met het werk wat je tot nu toe deed? Nee, waar ik nu werk bij Van Lanschot, zal ik helaas mijn werkzaamheden moeten neerleggen. Ja. En gewoon fulltime wethouderschap wordt het dan. Dat is een hele andere dag invullen. Ja, dat weet ik al zeker. Maar zoals ik al zei, ik heb er heel erg veel zin in om het te gaan doen.